We zien een stijging in de kosten van de vergrijzing. De betaling meer pensioenen, stijging van de gezondheidszorg, hangt ook samen met de veroudering van de bevolking. En dat betekent dat als we niet ingrijpen, dat de overheid steeds groter wordt. Dus een steeds groter deel van het nationaal product gaat eigenlijk op aan het collectief. Dat betekent dat de belastingen steeds verder omhoog moeten. En dat verstikt in feite de economie. Dus toch zal de oplossing uiteindelijk moeten zijn, denk ik, dat de welvaartsstaat wordt ingekrompen. Hoe politiek onprettig dat ook is. Het niveau van de uitkeringen zal op de langere termijn toch omlaag moeten. Om ruimte te maken voor economische activiteit. Nou, ik stel voor om de belasting op arbeid om die fors te verlagen. Het marginale tarief is veel te hoog. Het is 52%. Het tarief daaronder is 42%. Ja, dat is nogal wat. Dus ik zou willen voorstellen om, eigenlijk idealiter zou je misschien naar één tarief voor de belasting op arbeid gaan. Wellicht nog aan de uiteinde zou je nog iets daarop kunnen variëren. Maar je zou naar één tarief op arbeid kunnen gaan en dat tarief moet natuurlijk, dat zou in de orde van 35% kunnen liggen. Ik denk dat dat tot op grote hoogte kan dat ook budgetneutraal. En in zoverre dat niet budgetneutraal kan, zou je moeten kijken of je niet ook zou moeten ingrijpen in het niveau van de uitkeringen. Bijvoorbeeld de AOW zou, denk ik, in ieder geval voor heel veel mensen zou die best lager kunnen zijn. Want de ouderen zijn tegenwoordig niet meer de groep die het financieel het moeilijkste heeft, gemiddeld genomen. Dus je zou best eraan kunnen denken dat je de AOW verlaagt. Misschien zou je dat zelfs in zekere zin gedifferentieerd kunnen doen, al naar gelang de mate waarin mensen aanvullend pensioen hebben. We zien dat de buitenwereld, dus buiten Europa, daar gaat het veel harder. Die landen, dan denk je aan Zuidoost-Azië, maar je denkt ook aan Latijns-Amerika. Die landen die groeien veel harder, ook hebben ze misschien af en toe een dip, maar gemiddeld genomen groeien ze veel harder. Ze worden ook steeds beter in het produceren van hoogwaardige goederen. Terwijl dat eigenlijk iets is waarop Europa moet concurreren. Want wij kunnen niet concurreren op, weet ik veel, textiel en dergelijke. Wij moeten concurreren op kennisproducten. Maar goed, die landen buiten Europa, die worden daar wel steeds beter in. Dus dat betekent dat wij heel veel moeten doen om eigenlijk onze concurrentiepositie, onze internationale concurrentiepositie, om die te handhaven. En ik denk dat het daar eigenlijk grondig fout gaat. De overheidsuitgaven zijn heel hoog. We hebben hele grote welvaartsstaten. Maar daarentegen aan onderwijs geven we dan weer relatief weinig uit. Want eigenlijk de uitgaven aan onderwijs die worden verdrongen door uitgaven die aan welvaartsstaat worden gedaan. En ik denk dat we echt moeten heroverwegen van hoe groot moet die overheid zijn? Wat moet de rol van de overheid zijn? En waar moet de overheid zijn geld aan besteden? En dan denk ik dat de overheid zijn geld veel meer moet besteden aan uitgaven die het concurrentievermogen, de productiviteit van onze bevolkingen omhoog kunnen krijgen. Het is niet Nederlands om hard in te grijpen in... Het klopt, het is niet Nederlands om hard in te grijpen. Het is overigens ook niet... Ik denk het hard ingrijpen in... zeker in de eurozone is, hoe zal ik het zeggen, dat is niet gebruikelijk. Dat heeft er iets mee te maken met het feit dat, ik denk dat heel mensen hebben verworven rechten. Mensen zijn gewend geraakt aan het feit dat er een overheid klaarstaat om hen op te vangen. En dan krijg je, mensen gaan zich daar vanzelf aan aanpassen. Dus ze weten dat de risico's worden opgevangen door de overheid. En dan wordt het ook steeds minder, en mensen gaan zich daarop instellen, en dan wordt het ook steeds minder acceptabel dat er hard wordt ingegrepen. En dat betekent dat we keuzes moeten maken, want je kunt beter rijkdom verdelen dan armoede verdelen. En als we niet oppassen, dan gaan we langzaam maar zeker gaan we toch verarmen, in ieder geval ten opzichte van andere landen buiten Europa.